De jeugd heeft via de opstelwedstrijd met de titel Inheemsen, Slaven, Immigranten en Wij adviezen gegeven aan president Chandrika Prasad Santokhi. Zo verwoordde presidentiële adviseur Stanley Dijksteel het belang van de opstelwedstrijd die in verband met de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij was uitgeschreven. De prijsuitreiking vond gisteren plaats in het auditorium van Self Reliance. Dijksteel merkt op dat de overheid de taak heeft om jongeren te stimuleren. En het thema was: eenheid is kracht. Hoe vormen wij in Suriname de eenheid? Hoe kunnen we met elkaar samensmelten? En we weten allemaal hoe dat allemaal gaat bij de volwassenen. We hebben de jeugd gevraagd om inzichten. Ik heb gehoord dat er een groot aantal inschrijvingen waren. Jammer genoeg, ik moet het zeggen, zijn de deelnemers niet zo divers zoals wij hadden gehoopt. Maar we gaan door. Laat het een voorbeeld zijn dat iedereen in staat is te schrijven van welke komaf je ook bent. De adviseur zei verder dat het de bedoeling is het gedachtengoed van de deelnemers aan deze opstelwedstrijd mee te nemen bij de eenheidsvorming in Suriname. Voor onderwijsminister Henry Ory is het goed dat het schrijven wordt gestimuleerd. En het is ongelooflijk mooi initiatief, ook mevrouw Narayan, om te zien dat we zoiets kunnen organiseren. En ik heb de resultaten mogen aanschouwen en ik ben zeker dik tevreden. U schrijft over een heel moeilijk onderwerp en het is toch wel mooi gezien dat op zo'n leeftijd jullie toch wel het begrippenapparaat van dit thema een beetje goed hebben doorgenomen onder de coaching van anderen, maar dat is dus wel heel mooi te zien. De opstelwedstrijd was georganiseerd door de Henry Frans de Siel Stichting in samenwerking met subcommissie Kitty Kotti van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023. Het thema lag rond 160 jaar afschaffing van de slavernij. Leerlingen van het VOJ-onderwijs kregen de ruimte hun visie te geven over onze multiculturele samenleving.